Nou, goedemorgen allemaal. We gaan vandaag aan de gang met een handdoekje, een matje en een rugzak zometeen. Het eerste deel wordt gedaan door mij, Mike Wolf, en daarna gaat Joya het tweede deel doen. Je mag het handdoekje gelijk pakken. Je mag in eerste instantie ervoor zorgen dat je rechtop staat, borsten volgen en met gestrekte armen kom je helemaal tot boven je hoofd. En laat je rugzak. Probeer lekker de rek op te zoeken tot de grens. Door er constant spanning te houden op dat handdoekje. Zet je armen een klein beetje uit elkaar, trek zodat de spanning goed op de armen en de schouders blijven. In deze beweging gaan we inzetten met een lunge. Dus je mag zo meteen een stap naar voren maken. Gaan de armen omhoog. Stap je terug. Stap naar voren, arm omhoog en weer terug. Probeer ervoor te zorgen dat je goed je borst naar voren houdt. Navel intrekken, concentreer op één punt. Voet probeer zo recht mogelijk neer te zetten. Dan gaan we door met de lunges, alleen mag je je bovenlichaam van links naar rechts draaien. Stap je met rechts, draai je over je rechterbeen. Stap je met links, draai je over je linkerbeen. En je houdt nog steeds de spanning op die handen. Gaan we de beweging ietsje langer maken, zometeen als je een stap gemaakt, gaan we gelijk door naar een deadlift. Dus je stapt, draait, maakt een deadlift, stap weer terug. Andere, draait weer, komt omhoog, gaat naar voren, stap weer terug. En weer terug. Laatste. En weer terug. Oké, dan mag je die handdoek even neerleggen. Mag je goed door je knieën buigen. Hou je borst naar voren. En mag je om en om de stap naar achter zetten. Borst probeer je goed naar voren te houden. Handen kunnen eventueel achter je rug. Ga de schouderbladen wat meer naar elkaar toe. En vanaf daaruit stap je naar achter. Hoe dieper je zakt, hoe meer spanning komt op je bovenbenen. En die stappen mag je nou even met de rest zetten. Die doen we dan ook vol. Dus je blijft in je linkerbeen zakken met je rechterbeen, zet je die stappen. 5, 4, 3, 2, 1 en wissel. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we naar de volgende oefening. Handdoekje mag erbij. Je mag op het midden van je matje gaan zitten. Zorg ervoor dat je je handdoek een klein beetje opvouwt. Zo, al netjes natuurlijk. Zet je er neer. En dan mag je met je hakken van je schoenen mag je op het matje komen. Wat ga je doen? Lig op je rug. Handen naast je. En met gestrekte benen moet je je heup van de grond te halen. En vanaf daar trek je dat handdoekje naar je toe. Van je af. Naar je toe. Van je af. Langs de grond kom je omhoog. Probeer je heup eigenlijk constant zo hoog mogelijk te houden. Constant blijven de billen van de grond. Je schouderbladen blijven wel op de mat. En
dan kom je van je hakken naar je voetzolen. Nog 3, 2, 1. Ga weer staan. Handen erbij. Strek je armen boven je hoofd uit. Gaan we naar een squat toe. En probeer de armen boven je hoofd te houden. Ja, kom maar. De voeten staan op schouderbreedte. Borst probeer je constant naar voren te houden. En hou die spanning op die beenspiertjes, op die buikspiertjes. De schouders voelen vanzelf aan. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Mag dat handdoekje weer op de grond? Ga je weer op je rug liggen en gaan we door naar de volgende oefening. Door naar de vorige oefening. Dat is een mooie woordpijling. Lig weer op je rug. Billen van de grond. Zij gestrekt. Trek hem in. Strek hem uit. Trek hem in. Strek hem uit. En hou je heup zo hoog mogelijk. Hè? Hou die spanning. Probeer die heup goed te strekken. En te buigen. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Sta weer op. Gaan we weer naar een squat. Alleen pas op het moment dat je naar beneden gaat, strek je arm boven je hoofd uit. Ja, kom maar. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Mag ik weer een matje gaan liggen? Handdoekje nodig? Nee, dit keer niet. Voeten zijn op de grond. Heup gaat zo ver mogelijk omhoog. Wat ga je doen? Met de voeten stap je naar buiten en naar binnen. Naar buiten en naar binnen. Dus ga allebei naar buiten. Naar buiten, naar binnen, naar binnen. En constant weer je heup zo hoog mogelijk te houden. Dan mag je terwijl je heup van de grond af is, zo ver mogelijk naar voren lopen. En loop je ook weer terug. Zo ver mogelijk naar voren. En weer terug. Dan wil je heup constant van de grond af houden. Ver mogelijk stappen. En weer terug. En zet je voeten weer op de grond. Heup optimaal omhoog. Mag proberen op je tenen te komen. En weer terug. Op je tenen. En weer terug. Hou vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en laat het zakken. Mag je ondertussen op je knieën komen. Komen we rechtop. En dan mag je gaan staan alsof je geboeid wordt. Ik weet niet of je het ooit hebt meegemaakt, ik hoop het niet. Maar de handen boven achter je hoofd. En vanaf daaruit mag je omhoog stappen en op je knieën komen. Omhoog en op je knieën. Probeer ook te wisselen van benen met welke je op staat. Eén keer rechts, één keer links. Hou vol. Nog 5.
4, 3, 2, 1 en blijf staan. Sta rechtop, borst naar voren. Handdoekje heeft niet nodig. Je stapt zo meteen met je rechterbeen naar voren. En we stappen een klein beetje terug naar achter. Ziet er zo uit. Je stapt. Stap naar achter. Stap naar voren. Stap naar achter. Belangrijk is dat je borst recht gaat. Je navel ingetrokken. Je voorste been probeer je goed eigenlijk op de grond neer te zetten bij je gewicht verdeeld over je hele voet. En we gaan ondertussen wisselen van been. Haal vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en blijf lekker staan. Schud alles lekker los. Mag je op heupbreedte gaan staan. Zak je ietsjes meer door je benen. En dan probeer je vandaag proberen opzij te stappen en weer terug. Ja? Ziet er zo uit. Zij, zij, terug, terug. Handen mogen ook eventueel weer achter je rug. Ga de schouder halen, ver naar elkaar toe. En hoe lager je blijft, hoe meer spanning in de bovenbenen komt, hè? Mag je de voeten bij elkaar houden? Blijf nu je benen zakken met je rechter mee. Stap je opzij en terug. En wissel. En wissel. Laatste wissel. En kom weer recht op. Mag je de handen erbij pakken? Gaan we weer staan zoals we begonnen zijn. Voeten naast elkaar. Handdoekje in de handen. Gestrekt armen kom je. Boven je hoofd. En weer terug. Enige wat we nou bij doen, is dat je je rechterbeen van de grond haalt. Weer stabiliteitsoefening vanuit de enkel. Knie mag je eventueel een klein beetje heffen. Weer concentreer op één punt. En als deze goed gaat, dan probeer je de grond voor je en zijwaarts achter je te tikken. Voor en achter je. Probeer zo min mogelijk kracht te geven op de rechtervoet, zodat je echt goed de stabiliteit moet halen uit je linkerbeen. Maar dat we wel gelijk die heuprotaties maken. We gaan wisselen van kant. Linkerbeen is van de grond. En met de armen maken we gewoon dezelfde beweging als die net deed. En dan mag je weer proberen de grond voor en achter je aan te zetten. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Dan zijn we klaar met het eerste stukje van de benen. Het tweede deel hebben we gedaan. De Joya, we gaan werken aan het bovenlichaam. Succes! Zo, we gaan lekker aan de slag met het bovenlichaam. Voor dit stukje heb je een rugzak nodig. Zorg dat er lekker wat gewicht in zit, zodat je niet niks tilt. We gaan beginnen met een rugzak.
vast in één hand. En we gaan hem omhoog duwen. Rustig zakken. Hoog duwen. Rustig zakken. Ga lekker meteen aan de slag. Zorg dat hij wel een beetje zwaar is. Doe nog 15 seconden. Daarna wisselen we van hand. Probeer hem helemaal uit te pushen. En 3, 2, 1. Geef je hem door aan je andere hand. Eén hand uit voor je. Zak rustig door je knieën en je pusht hem omhoog. Als je nou een lusje hebt, kun je hem ook aan het lusje vasthouden. Zak naar beneden, pusht hem omhoog. Nog 10 seconden. En 3, 2, 1. Oké, hou je rugzak vast. Twee handen. Doe je hem naar voren. Rustig terug. Voren, rustig terug. Dus je doet hem eigenlijk vanuit je borst. Recht naar voren. Rustig terug. Hou vol. Dan gaan verzuren in je schouders. En 5, 4, 3, 2, 1. Oké, hou je tas vast. Als je een lusje hebt is het mooi, anders pak je hem hier vast. Trek je hem omhoog en weer rustig terug. Ellebogen wijzen naar buiten. Blijf mooi rechtop staan. En pak hem door. Doen we nog 10 seconden. En 3. 2. Oké, hou je weer je tas vast. Met die boven je hoofd. Doe je hem omhoog uit. Rustig terug. Hoog uit. Rustig terug. Ellebogen blijven naast je oren. Blijf hem uitduwen. En 3. 2, 1. Oké, heel even rust. Dan gaan we weer naar de volgende toe. Je hebt de tas voor je vast. Je draait van links naar rechts. Maar je houdt met gestrekte armen die tas voor je. Weer grote rotaties te maken. Nog 10 seconden. En 3, 2, 1. Oké, pak heel even je rust. Oké, komen we bij de volgende. Je hebt straks je tas vast. Je mag op je linkervoet komen staan. Dus we gaan er ook een beetje balans bij toevoegen. Je hebt de tas in je rechterhand vast. Je brengt hem omhoog en naar beneden. Terwijl je de tas omhoog brengt en bicep curl maakt, moet je ook nog eens die balans houden op één voet. Is dat nou lastig? Zorg dan dat je iets naast je hebt waar je eventueel vast kan houden als je omvalt. Nog 10 seconden. Blijf staan op één voet. En 3, 2. Hey, mag je met je linkerhand vastpakken? Mag je op je rechtervoet komen staan? Je kan ook je arm gebruiken voor balans.
steeds naar je schouder toe. Rustig terug, explosief omhoog. Doe nog 10 seconden. En 5, 4, 3, 2, 1. Oké, pak je heel even je rust. Bij de volgende mag je weer aan één lus vastpakken. We gaan nu naar de zijkant toe werken. Maar we gaan weer het stukje balans toevoegen. Dus je mag weer op je linkervoet komen staan. Je brengt hem naar buiten toe. Rustig terug. Naar buiten toe. Rustig terug. Mocht je nou denken van nou, die tas is echt veel te zwaar voor deze oefening. Pak dan even snel iets anders. Zodat je wel nog een beetje weerstand hebt. Dat je wel de oefening uit kan voeren. Dus onthoud je even je rechtervoet van de grond af. En 3, 2, 1. Je mag weer op je rechtervoet komen staan. Linkervoet gaat de lucht in. We gaan weer naar buiten werken. Doordat je op één voet staat, moet je steeds je core aanspannen om rechtop te kunnen blijven staan. Hou vol. Als je nou echt een uitdaging wilt, dan ga je deze buiten doen. Want nu het zo hard waait, heb je dan ook nog eens een extra weerstand. Of je komt gewoon langs bij de gym, dat kan ook. En 3, 2, 1. Oké, pak heel even je rust. Ga hem weer uitstoten voor je. Je hebt de tas weer bij je borst vast. Je duwt hem naar voren. Rustig terug. En blijf hem uitstoten. Voor je borst. Rustig terug. Oké, ik ga aftellen tot 0. En als we bij 0 zijn, hou je hem voor je. En 3, 2, 1, 0. Hou hem voor je vast. Terwijl je hem vast hebt, maak je kleine rondjes. Kleine rondjes de ene kant op. Ga weer aftellen en dan maken we de andere kant rondjes. 3, 2, 1, andere kant op. En 3, 2, 1. Rust even uit. Oké, we gaan naar het matje toe. Bij de oefening op het matje mag je de rugzak op je rug doen. Zodat het iets zwaarder wordt om bijvoorbeeld push-ups te maken of andere oefeningen. Oké, we gaan beginnen met een normale push-up. Die kun je op je knie doen, maar ook op je tenen. Dus zet je handen voor je neer. Leuk op je knieën. Laat jezelf zakken. Je komt rustig omhoog. Maar we gaan even een beetje de versuring uit. Gaan we over 5 seconden weer beginnen. Oké, komt ie. Over 3, 2, 1. Met die rugzak op je rug. Gaan we push-ups maken. Hou vol. Door jezelf rustig omhoog te duwen. En 5, 4, 3, 2, 1. Oké, pak je heel even je rust. Gaan we naar de volgende oefening. Zet je handen straks neer en je tikt om en om je schouders aan. Ik stel voor dat je je voeten van het matje afzet, want anders ga je misschien makkelijk weg. Gaan we over 3, 2, 1. En je tikt om en om je schouders aan. Twee.
Altijd 5 seconden mee beginnen. En 3, 2, 1. Zakt. Duwt jezelf omhoog. Duwt jezelf omhoog. Dit was weer de Good Morning Workout van deze week. Ik hoop dat jullie hem lekker vonden. En...
En we gaan snel nog meer Good Morning Workouts maken. Dus hou vol allemaal. En hopelijk tot snel weer. Doei doei.